Welkom bij de Je mag maar één chest gebruiken challenge. Oké, het moet nog aan die titel gewerkt worden, oké? In deze game mode mag je maar één chest gebruiken. Of tenminste, je mag maar één chest openen. En dan moet je de gun, zeg maar, die in de chest zit, gebruiken voor de rest van het potje. Ja, en daarmee moet je het potje zien te winnen. Dat is de challenge, oké? Veel kijkplezier, dames en heren. Oké, ik mag alleen maar de guns gebruiken van de allereerste chest die ik open. Chest. Oké, ik kan gewoon totaal geen chests vinden. Waarom heb ik überhaupt die handgun net opgepakt? Dat mag helemaal niet. Ik drop hem zo. Oké, dit is de chest. Wat mag ik gebruiken in deze game? Een burst AR. Oké, weet je wat? Daar kan ik mee leven. We hebben ook mini shields. Prima Jima. We got this. We got this, dames en heren. Easy kills. Easy wins. Oké, nu moet ik materiaal hebben. Oké, nog een chest. Even zien. Ik mag wel gewoon grenades en allemaal andere dingen oppakken. Maar ik mag voor de rest geen enkele andere guns gebruiken die ik uit chests gedropt krijg. Of die gewoon op de grond liggen of wat dan ook. Ik mag alleen deze burst AR gebruiken. Oké, laten we gaan voor die easy kills. Easy win. Dames en heren. Easy kills. Easy win. Ik zag hier zo net iemand bouwen. Ja, hier staan de ramps. Oké, daar is waarschijnlijk... Oh, ik zie hem nog lopen. Wat doe ik? Oké. Ik heb materiaal om boven hem te bouwen. Ik heb geen close range gun. Oh, nee. Oh! Heerlijke headshots. Heerlijke... Oh my god. Niet raken. Dankjewel. Holy shit. Oké. Nee. Oh, bijna neer. Waar is hij? Nee, fuck. Oké, hier zijn we. We zijn bij Lazy Links. Dit is de eerste chest die ik open. Oh my god. Dit is super goede loot. Oké, dit is oprecht super goede loot. Wil ik hier blijven? Dit is letterlijk het eerste gedeelte waar de bus langs ging. Dus het is sowieso super druk. Oké, ik moet sowieso gewoon niet close bij mensen gaan komen. Want op close range wat ik gewoon keihard geowned. Alright. Is hier... Oh ja, hier is iemand geland. Hoezo miste dat allemaal? Hallo? Huh? Oké, weet je wat? Die guy is nu gewoon van mij. Hij heeft geen Rift to go meer. Deze heb ik. Oh, a little bit mispoes, motherfucker! Mag ik de loot van andere mensen oppakken als ik ze gekild heb? Ik maak de regels, ik vind van wel. Dit is mijn video, oké? Ik verzin de regels. Fuck jullie allemaal. Ik mag ook gewoon de loot van andere mensen oppakken. Anders kun je toch nooit winnen. Ik bedoel, hoe de fuck wil je ooit een heel potje met alleen een AR winnen? Straks krijg ik uit de allereerste kist een SMG. Ja, sure, dan kan ik de game wel... Oh, fuck. Easy headshotjes. Easy kills! Headshotje, easy. Easy headshotje, ja. Nee! Ik heb trouwens de regel dat ik blijkbaar andere mensen een loot mag op... Holy shit, het is hier zo druk. Die regel heb ik net, zeg maar, zelf gewoon bedacht. Als jullie willen dat ik dit nog een keer doe, maar dan zonder dat ik daadwerkelijk andere mensen een loot mag oppakken... Laat het me weten in de reacties! Oké, dat is één hit. Easy kills, easy game. Hoezo heeft die guy geen kogels? Oké, ik heb tenminste nu ook nog een shotgun. Oké, op deze range kan ik hem op zich wel hebben. Oké. That's a little bit of a headshot. Oh my god, ik schoot op mijn eigen ding. Oké. Easy kills. Outplayed, son. Waarom ging ik trouwens niet bandagen? Oké, ik wil die loot hebben. Ah, weet je wat, we hebben toch niks beters te doen. Time trial, waar moeten we allemaal heen? Daar moeten we heen. En die moeten we hebben. En dan moeten we... Deze hero hebben. Oh fuck, daar zit ook nog één. Hoe de fuck kun je dit ooit... Nee, dit gaan we nooit weer halen. Zo zonde voor de materialen. Weet je wat? Fuck deze time trial. Grapje, poging 2. Let's go. Is dat hem? Ik moest letterlijk nog één. Ik ga het nog een keer proberen. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik ga het sowieso weer niet halen. Wat zijn die fucking time trials? Kut. Echt waar. Oké. Laatste keer dat ik het probeer, dan ga ik weer serieus Fortnite spelen. Kom op, deze hebben we. Kom op. Niet despawnen. Niet doen. Nog één keertje. Allerlaatste keer. We hebben hem!
Ah, ik schrok me dood, joh. Jezus Christus. Hey. Hoe is hij, Naomi? Nee. Weet je wat? Ik heb een goed gevoel bij dit potje. Dit gaat hem worden. Dit gaat het potje worden waarin we gaan winnen, dames en heren. What's up, motherfucker? En hij had alleen maar een AR. Wat na dit. Heeft hij zichzelf nou echt... Waarom kreeg ik die kill niet? Wat een fucking bullshit. Er is hier nog iemand. Oei, oei, oei. Harde hit, harde hit. Wat doet deze guy? Echt, wat doet deze guy? Ik snap echt niet wat deze knul doet, maar ik heb geen bouwmaterialen meer. Dus dit moet in één keer goed gaan. There we go. Ik word beschoten door een andere guy. Vanaf waar, vanaf waar. Oké, daar, ik zie hem. Ik heb 4 HP. Shifty shafts. Is hier, landt hier letterlijk niemand? De bus vloog hier als allereerste overheen. Is hier echt niemand? Oké, nou, de enige gun die we mogen gebruiken is de silenced pistol. Easy, we got this. Ik vind silenced pistol trouwens oprecht een hele chille gun. Dus no problemo, we got this. Mini shields erbij. Oh, ik voel deze game. Ik voel hem. Alleen heel jammer dat hier niemand geland is verder. Want nu kan ik met niemand vechten. Hey, stinkbommetjes. Yes, I'll take those. Oh, what the fuck? Hij landt naast me. Where you at, boy? Waar is die guy heen gegaan? Gaat hij nu niet met mij vechten? Is het echt zo'n pussy? Wij gaan ook gewoon zo'n onzichtbaarheidsding pakken. Let's go! Alright. Hij is hier nog wel. Die vieze man. Kiekeboe. Haha, ik was het. Oké, hij loopt hier achter ergens. Had ik maar een trap. Oké. Gaat hij er nou? Oké, dat is nog een hit. Dat is een headshotje. Oké, deze hebben we. Easy kills! Easy! Oké, we nemen eerst die chuk-chuk in, dan pakken we alle loot. En dan gaan we kills pakken, dames en heren. Nog 20 man levend. Deze game hebben we. Easy kills! Easy game! Ik moet trouwens wel echt extra materiaal hebben. Dus ik denk dat ik niet meteen greasy in ga om kills te pakken. Ik ga nu gewoon lekker even safe spelen. Ik pak zo'n cube. Ik ga materialen verzamelen. En dan... Oh, what the fuck? Ik moet sowieso niet naar greasy. Ik moet helemaal daar naartoe, joh. Wisten jullie dat als je blijft springen terwijl je... Terwijl je die boost net hebt genomen, dat je dan sneller vliegt dan normaal. Als je zeg maar nu eerst even op de grond ging lopen, voordat je ging springen nadat je op de grond landde, dan zou je minder snel gaan. Dit heb ik geleerd van Ninja. Deze game gaan we hebben. We hebben genoeg slechte potjes gehad. Ik ben al een uur aan het opnemen. Nu gaan we eindelijk even een goede game hebben. Minimaal 5 kills. Minimaal 5 kills. Oké, we gaan het safe spelen. We gaan eerst eventjes hier omhoog vliegen. Kijken of er wat mensen rondlopen. Lopen hier mensen rond? Ik zie niemand. Ik vertrouw het hier. We gaan boom hakken. Oké, we hebben genoeg materiaal. Laten we kills gaan pakken. Het is mooi geweest. Oké, ik ga weer zo'n onzichtbaarheidscube nemen. Oh, daar loopt letterlijk al iemand. Never mind. Beter pakt hij even geen onzichtbaarheidscube en gaat hij met mij vechten. Where are you, brother? Ik denk dat hij een onzichtbaarheidscube heeft gepakt. Wat zonde. Oh nee, hij is hier nog, hij is hier nog. Niet schieten! Heeft hij zichzelf nou... Dat was mijn kill. Dat was mijn kill. Ik zei nog zo, niet schieten! Tjonge jongens, nou gelukkig heeft hij wel goede loot, dus incasseren maar. Die kill die tellen we trouwens gewoon mee. Als jullie nu onder mijn minimap kijken, dan staat er gewoon 2 kills als het goed is.
Oh, ik zie daar iemand lopen. Mega chill dit. Kiekeboe. Hij is one hit. Easy kills. Oh, die shotgun ook. Mega chill dit, grap. We spelen echt... Oh, goede plays. Goede plays, dames en heren. Goede plays. Oké, ik ga gewoon weer teruglopen naar die onzichtbaarheidstenen. Oh, daar loopt ook iemand. Ja. Oké, ik pak zo'n onzichtbaar... Dat is net weggehakt. Dude, hier zijn zoveel mensen. Ik weet letterlijk bijna waar iedereen is. Oké, ik weet wat twee mensen zijn. Wie hakte dat net weg? Of zou iemand het weggeschoten hebben? Dat kan ook nog. Weet je wat? Het is mooi geweest. We gaan die andere guy wel pakken. Let's go! Easy kills! Oké, ik moet echt niet zo schreeuwen. Ik word beschoten. Oké. Oh, we zitten binnen. Mini shields poppen. Oké, de hartkloppingen beginnen. Ik heb ook heel veel koffie zo net gedronken. Dus als ik straks een hartaanval krijg, dat is niet mijn schuld. Is dit Nia? Hoe snel bouwt deze knul? Oké, I got this. Easy. Wat doe ik? Nee, ik moet niet schieten. Oh, ik had zo bijna met die RPG geschoten. Gelukkig deed ik het niet. Oké. Waar is die guy? Ik heb echt geen flauw idee waar die guy is. Hij zit letterlijk nog onder mij, maar... Ik hoor ook niks. Vijf mensen... Oh, ik hoor hem. Nee, wat?! Ik werd gesniped door een andere guy. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Als jullie willen dat ik deze challenge nog een keer probeer, laat weten in de comments. Oh, what the fuck? Deze guy heeft ook echt 10 kills. Ik zie dat nu pas. Hij wordt ook door 4 mensen gespectated. Dit is sowieso een of andere gekke streamer. In ieder geval, bedankt voor het kijken iedereen. Zijn jullie nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes. We zijn bijna bij de 100.000 abonnees, dames en heren. Het is bijna zover, de face reveal. Ik heb er helemaal niet zoveel zin in, maar abonneer nog even als je het nog niet gedaan hebt. Als jullie willen dat ik deze challenge nog een keer doe, maar dan zonder dat ik andere mensen hun loot oppak, laat het me weten in de reacties. Tot de volgende keer, dames en heren. Wacht, laten we gauw trouwens nog even kijken hoe deze fight afloopt. Ik ben best wel benieuwd. Dit is trouwens echt zo'n typische summer skirmish play die hij nu maakt. De hele tijd zichzelf inboxen en verder lopen. Er zijn nog 4 mensen levend. Ik ben echt benieuwd wie die fight gaat winnen. Schiet nou even op, man. Ik wil mijn video beëindigen. Kill even iemand. Ja, oké, de fight is nu begonnen. Oeh, de streamer is super hard geraakt. Oei. Hij gaat nu sowieso madden. Hij gaat voor die pussy plays. Hij gaat madden. Gadverdamme. Wat een pussy. Oh. De streamer heeft nog 12 HP. Sowieso gaat die guy waar ik net tegen vechten winnen. Ja, there we go. Gaan we kijken of hij uiteindelijk ook het potje gaat winnen. Hebben we daar zin? Oh, daar is nog iemand. Deze kill pakt hij ook easy. Die guy heeft letterlijk gewoon niet eens iets door. Oh. En Ivanes heeft gewonnen. Oké, ik had officieel het potje gewonnen als ik niet gesniped werd. Bij deze. Bedankt voor het kijken allemaal. Als jullie het niet met me eens zijn. Doei.